allemaal doortrekken richting Ardennen en daar valt er dan gewone sneeuw. Stom beetje winters vanavond en vanavond. Dat was een opgaat, want het zal bij deze lage temperaturen sowieso overal glad worden door de vorming van ijsplekken. En dan morgenochtend staan we op met veel zon. In de loop van de namiddag begint de bewolking aan te dikken. En dat is dan die sneeuw voor morgen nacht. Nu overdag nog maximaal van een graad of 4. Dus een beetje spannend en vooral opletten als je er wilt. Dat was het voor nu. Dit waren de hoofdpunten. Het was de hele dag ellende op de weg door de regen en door de spoedherstelling op de E17. Vanmorgen was trouwens de drukste spits van het jaar. Veiligheidsagenten zetten na de klimaatmars van gisteren twee betogers wat hardhandig van een overvol trein.